Meneer! Ja, wat is er? Heeft u een oude man gezien? Een oude man? Een oude man. Bedoel je Toos? Nee, 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 die andere. Ook vanaf dat je aan het racen was. Ouwe loose lul! Met kale Gerard! Hey Gerrie, waar ben je? Ik ben Blokkiepark. Waar? Achterbank en dan links. Bij de parkeerplaats en dan achter. En dan trap je omhoog en dan aan de linkerkant, ondersteboven, achter de prullenbak. Oké. Oh, maar deze ligt echt achter de prullenbak. Hallo! Wat doe je hier? Oh, je bent nog kaal! Ja! Ja! Hoe is het? Slecht, ben kaal. Ja, ik zie het. Ik rij. Nee, dat gaat fout. Jawel, ik rij. Nee. Echt wel. Let jij maar eens op. Oh, jezus. Die was waar. Ik heb een planning. Echt? Ik hou van planningen. Je houdt van planningen. Nou, dat is mooi, want ik heb een hele goede planning. Mag ik wel weten wat de planning is? Want ik haat verrassingen. Ik wil mijn huis verkopen. Wat een hot planning. Hoezo? Ja, gewoon. Dat is toch helemaal geen zak aan? Nou, ik wil een nieuw huis kopen ook. Wil echt? Ja, en dan ook een auto verkopen. Dat ik nog maar één auto heb. Echt? Ja. Ik wil hem. Jij wil hem? Ja. Jij wil wat? Wil hem. Wat wil je? Ja, die auto. Oh, ik dacht dat je Willem wilde. Nee, ik zeg ik wil hem. Welke auto? Je weet niet eens welke ik ga verkopen. Nee, dat weet ik, maar ik wil hem. Heb je het geld? Nee. Oh! Sorry. Ik haat jou, maar dit doe je altijd expres, man. Stinkt hier. Ik doe het nooit expres. Nou. Nee, maar deze moet ik even verkopen dan. Ik weet niet hoeveel die waard is, maar... Tientje. Hoe duur is je in de winkel? Deze auto? Ja. Gaan we even kijken. Loser. Loser. Dat ben jij. Hoezo? Kan ook uitstappen, hè? Doe dan. Nee, 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 Gerard! 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 Is je een echo? Nee! Waarom stap je dan ook uit? Aha, je bent getrapt. Oh, mijn god. Nee, 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 nee. Nee! Nee! Ik blijf nu ook liggen. Ik blijf liggen. Ik ga op je heen rijden. Oh. Ik ga op je heen rijden. Hé, hey, Gerard. Gerard, sta op. Sta op. Ik weet dat je opstaat. Als ik de auto uitstap, dan sta jij gewoon op. Weet je dat het best lastig gaat als er een voorwiel over je hoofd heen rijdt? Zeg me niet dat je daardoor dood bent of zo. Of nee. Ik zeg niks. Gerard, nee. Ik geloof het gewoon niet. Sta op, alsjeblieft. Ik geloof het ook niet. Sta op! Maar het is toch waar. Moet ik serieus de ambulance bellen? Meneer, waarom ben je maar... Ik ben me gewoon aan het reanimeren. Ben je helemaal knettergek? Oh. Wat gebeurt er? Gerard, gaat het? Hallo? Gaat het? Wat doe je daar ineens? Ja nou, ik ging in één keer met een raket omhoog. Sta eens op! Stap in. Ik ga met mijn eigen vervoer. Nee, stap in! Ik ga met mijn eigen vervoer. Oh. Ik zat tussen de deur. En dan die echt gewoon... 87.000, dat is veel te weinig. 88.000, ik koop me van Joven. Nee, 100.000 en je mag hem hebben. Ja, met een oplichter. 100.000 en je mag hem hebben. 100.000 en je mag hem hebben, vind ik het nieuw. Nee. Meneer! Oh mijn god. Nee, dit... Ik heb hem net een abonnement aangeboden. Je rijdt dan maar aan. Meneer! Ja, hij rijdt de weg over! Mijn auto, wat denk je wel niet? Nou, wat voor huis ga je kopen? We gaan even kijken hoe en wat. Oh! Dat ging wel heel Als die mevrouw een cabrio had, dan was ze haar hoofd kwijt. Dat was inderdaad op het hoofd. Deze wordt ook verkocht. Deze is echt heel lijp. Hoe duur is deze? Heb je een zieke tuin ook gewoon? Wow. Hoe duur is die, Gerrie? 500.000. Ook 4,50. Ja. Dan meen je! Ik heb wel geld voor jou. Zou je me gunnen? Nee. Dat ik het uiteindelijk terugbetaal. 130.000. Dat je mij 130.000 geeft? En dan betaal ik je op lange termijn terug. Oké. Okay. Ik heb 2 ton op de rekening staan, dan zou ik 330 hebben. Dan zou ik nog ongeveer 130.000 nodig hebben. Ik ga Vince Prins bellen. Nee, maar dat is een tijd geleden, zeg. Hey, Vince, hoe is het? Hey, Marcus. Ja, nou, dat gaat hartstikke goed. Ja, hoe is het met zaken? Ik ben net terug van een lange zakenreis. Ik heb je 2 medisch gekocht en een veulen. Nou, leuk dat je over zaken begint. Zou ik een lening kunnen sluiten bij jou? Godsamme liefhebber. Zo heet je van 130.000 euro. 130.000 euro? 130.000 euro, ja. En wat is dan de rente dat ik erop krijg? Nou, dan krijg je op lange termijn 150 terug. Lange termijn? Ja, op lange termijn 150.
Hebben we een deal? Nee, wat is lange termijn? Dat kan een jaar zijn, dat kan twee jaar zijn, dat kan vijf jaar. Dat kan zijn na mijn begrafenis. Korte termijn dan. 130.000 man. Is het mogelijk? Ik moet even met mijn financiële zakenman overleggen. Hey, over vijf minuutjes bel ik je terug. Ja, is het goed. Gaan we regelen. 130.000 euro, godsamme. Yes, tot zo. Gerard, als jij ook, dan krijg je ook rente van mij. Ja, de politie komt nu op dit moment heen, dus ik moet jou even aan de praat houden. Waarom komt de politie hierheen? Ik heb de politie gebeld voor mishandeling, tweemaal. Hey, Vince. Ja, ik ben nu op weg naar het ziekenhuis, want ik heb Johnny gesproken, maar hij gaat nu met een hartaanval. Oh, dat meen je? Gekregen. Ja, omdat hij, ik noemde het bedrag, en hij begon helemaal te bibberen. En toen zei ik, gaat het wel goed? En toen zei hij, ambulance. Dus ik denk dat het een nee wordt. Ik was vergeten natuurlijk, ik had gewoon nog geld van mijn oude huis. Dat krijg ik als ik die verkoop. Ren? Alsjeblieft. Oh, mijn neus, Gerard, jongen. Kijk, dat is de politie, jongen. Hé, we krijgen wat te horen van meneer hiernaast ons. Ja. Ja, dat is niet zo heel positief. Nee, dat zei hij al inderdaad. Hij zei, wat was het, mishandeling? Ja, zwaar, mishandeling. Dat je geld van hem aftroggelt en dat je probeerde in te breken ergens bij huizen. In te breken, ja. Oh, ja, nee, oké. Okay. Hebben we nog meer gedaan, Gerard, of? Ja, er is ook nog een daadwerkelijke reden waarvoor we je even nodig hebben. Ik heb een hele tijd geleden volgens mij met jou een regeling gemaakt. Over je ja, maar die is al met Renze Otter is die herschreven. Staat? Frans, 21. Frans, dat was het inderdaad. Met Frans. Frans Bouwen. Zou ik wat ja, ik had Frans met Frans een nieuwe regeling. Ik word mishandeld en waar gaat die meneer over praten? Jij wordt niet mishandeld! Als je hem niet houdt, ga ik je mishandelen. Roos Kiplek. Oh! Kijk! Gerard, gaat het? Goeie mag. Ze rijden ook gewoon weg. Stap in, Gerard. Dat was een hete daadje. Dat ging per ongeluk. Ik wou zeggen, dat was een hete daadje. Dat ging per ongeluk. Zware mishandeling, poging doodslag. Weet je hoe vaak hij per ongeluk al heeft gezegd? Gerard, waarom zou ik jou nou wat haal ik eruit op expres? Kom, we gaan. Dan gaan we vuist. Gaat het allemaal goed, Gerard? Jij gaat helemaal prima, maar je kan hem niet direct oppakken, toch? Nou, als het helemaal prima met je gaat, dan vraag je me af hoe erg het was. Oh ja, nee, dan is het helemaal goed, jongens. Okay. Weet je hoeveel ik heb maar mijn bank heb? Nou? 1100 euro. Heb je bij 1100 euro op de bank staan? Ja. Hey, kan ik 30.000 euro bij je lenen? Ja, kan dat? 30.000 euro? Ja, ook goede avond. Met 10% rente. Met 10% rente? Ja. Oké. Okay. Echt, waarom kan ik je meeten? Waar ben je? Oh! Oeh, daar waren we even bij de dood, Gerard. Ga je een ander huis kopen? Ja. Nee. Ja. Rick, je gaat betalen. Wacht even, wat moet je nou weer met een huis? Je krijgt het, maar waarom een huis? Kom mooi wonen. Oké, okay, kom. Dan gaan we nu naar mijn huis. Gaan we mijn huis verkopen en dan gaan we een nieuw huis kopen. Oké, okay, jongens, dan gaan we alle spullen uit mijn huis halen. Dus eerst alle dingen uit mijn kast. Wapens uit de kast pakken. Oké, okay, mijn hele kast is leeg. Ik heb zoveel, moet je hier zien hier nu. Wat ik allemaal bij me heb, joh. Oh my days. Oké, okay, nou jongens, dan gaan we afscheid nemen van mijn huisje. Ik heb alle meubels heb ik weggehaald. Het is weer helemaal leeg hier, alsof ik hier nooit heb gewoond en dan tot ziens thuis. Mag ik jou fouilleren? Nee. Hou die stoks weg. Hou op! Nee! Ik wil je fouilleren tijdens het rijden. Ik wil je fouilleren. Stop! Nee. Ik wil je alleen fouilleren. Nee, je mag... Laat me nou even fouilleren. Je mag me niet fouilleren. Ik geef geen toestemming. Hou op! Ik wil gewoon één keer fouilleren. Nee. Ja, dit is hem. Goeiemiddag. Kijk, dit is toch lijp, Rick, dit huis. Je hebt zelfs een zwembad hierachter. Hoe duur is dit? 450.000 euro. Koop! Nee, wachten! Ja. Nee, ja. Nee. Ja! Ik heb hem gekocht! En hoe ziet hij eruit van binnen? Ben ik gescamd? Oh, het is wel lekker groot, moet ik zeggen. Ik heb wel een lekker ruim huisje. Oh, en een wc'tje, slaapkamer. Ja, hij is wel ruim. Hij is niet zo groot als ik had gehoopt, maar hij is wel ruim. Hey. Welkom in mijn huis. Even kijken of dit maar 130.000 euro waard is. Kom in mijn huis. Dit is letterlijk het oude inbreken. Ja, klopt. En hier is mijn slaapkamer zonder bed. Dit is letterlijk het oude inbreekhuisje inderdaad. Ja, dit is legit het inbreekhuis. Maar nu is het mijn huis. Ik heb er allemaal dingen in gedaan. Ik weet dat jullie het interessant vinden, maar laat alsjeblieft liggen. Goedemiddag, wat is dit ding vet? Gerard, leg dat terug! Gerard! Gerard, alsjeblieft. Jij bent niet geschikt om zo'n ding vast te houden. Mag één keer? Nee, niet doen. Mag ik het op jouw testje? Nee, je gaat echt iemand doodschieten. Dit is echt mijn grootste angst. Gerard met een pistool zien. Gerard, leg het terug. Kom, we gaan naar buiten toe. Kijken of hoe mensen... Nee. Nou, welkom. Dit is dit is je voortuintje. Mijn voortuintje kan je ook nog hier naar achter. Kom je hier aan bij mijn prachtige zwembad. Dit is mijn eigen zwembad. Je rijdt nu ook gewoon door. Ja, maar hij heeft stopteken. Ik ben benieuwd wat je hebt gedaan. Kom maar, agent. Kom maar. Is je met je joggen?
Rennen voor je zakgeld. Yes, zo blijft u in beweging en kunt u alsnog tegen me praten. Ja, maar u mag het voertuig wel even tot stilstand brengen. Als u het raam ook even open zou willen doen, dan zie ik u tenminste. Zou ik van u even er een kentekenbewijs mee hebben? Je hebt je kentekenbewijs. Oh, ja, thanks. Dan moet u even uitstappen of Rick moet even... Heb je je rijbewijs? Oh, thanks. Wow! Yes, ja, zo is het afhandeld dus. De bedoeling dat je hem aan de politie geeft en niet aan de MBSF. 0309. Oh, je bent bijna jarig. Nou, ik heb een kenteken rijbewijs gegeven en daar kunnen we ervan doen. Hij heeft het ook gewoon opgegeven. Hij staat er gewoon aan de overkant. Hij staat hier gewoon, ja. Gera stond hier, hè? Ja, volgens mij wel. Yes, geven we de tweede poging. Wat is er nou? Ik heb toch al mijn spullen aan hem gegeven? Meer wilde hij niet. Ik had toch al mijn dingen al gegeven? Ja, hey. Aan de MBSF, niet aan de politie. Oh, ja, ik zal het afgeven. Even jullie even uitstappen. Ik moest even controleren. Yes, kentekenbewijs. Van plakkers. En even jullie even uitstappen. Rijbewijs, yes. Yes, super. Dan zie ik het bij deze door de vingers niet meer doen, hè? Nee. Dank u wel. Gewoon weer! Oh, wat vies. Oké. Okay. Daar komt ie weer. Eindelijk. Oh, zo. Gerard, gaat het? Ik raad jou echt volledig. Nee. Moet ik ambulance bellen? Wacht, ik duw je af in de put. Zo, hier. Zo komt het. Nee. Hoppakee, Gerard is verdwenen. Oh. Wow. Ik heb een hele leuke manier daarop, hè. Dit is mijn manier. Succes, Rick. Dankjewel.